Het is 4 september, een regenachtige vrijdagochtend in Lopikerkapel. Hier zijn twee masten voor de middengolfuitzendingen neergehaald. 196 meter, zo hoog was de eerste zendmast. Door de komst van nieuwe technieken zijn de middengolfzenders niet langer nodig en dat geldt dus ook voor deze antennemasten. Na het waarschuwingssignaal klonk er een hevige explosie, gevolgd door het omvallen van de eerste mast. Dit alles onder het toeziend oog van gespecialiseerde bedrijven uit de omgeving Twente. Terwijl deze mensen zich bezighouden met het opruimen van de mast, sprak een van de aanwezige journalisten met het Twentse bedrijf. Het is een snij-explosief wat er gedaan. Er wordt gewoon een strip doorgesneden door middel van explosieven. En ja, dat moet allemaal tegelijk gaan, anders hadden we wel met de snijbranden gedaan. Ja, precies. Want maakt het nog uit waar die explosieven zet? Want je wil natuurlijk dat die bepaalde kant op gaat, valt. Hoe gaat zoiets? Ja, de paal is met 3 tooidraden met 3 richting af. Geschoord. En dan gaan we 1 van weghalen. Dan trekt automatisch 2 andere trekken hem om. En daar ligt hij. En daar ligt hij. Er gaat nog een kleintje van die gaat dan nog niet zo overboren. En gaat in dit moment denk ik. En hoe gaat die om? En dan wordt wel een kabel gewoon doorgesneden. Oké, die wordt gewoon losgeknipt. Ja. Ja. Oh, daar gaat hij al. Met het neerhalen van de zendmast in Lopik komt er na ruim 75 jaar een einde aan de middengolfuitzendingen vanuit Lopik. Vanaf nu kunnen de luisteraars de uitzendingen volgen op DHB Plus en via internet. In 2010 ontstond het idee voor een baggerpraktijkzaak. En dan krijg je de uitwerking. En dan krijg je de vergunningverlening via de gemeente en dan ben je al een paar jaar mee bezig. En als dat achter de rug is, dan krijg je de realisatie. En bij de realisatie hadden we het geluk dat Bert Kips, directeur van de IRC, bij ons in het bestuur kwam als vicevoorzitter en zei, ik ben wel bereid om die realisatie op te nemen als bestuurslid en de club vrijwilligers te leiden die daar actief mee aan de gang gaat. Ik ben het eigenlijk niet eens met Arie, een klein project. Ik heb het anders ervaren. Ik heb het ervaren als een groot project, eerlijk gezegd. En als je bedenkt dat we er inderdaad de eerste gesprekken over hadden in begin 2010. Nou, kijkend naar de tijdsduur kun je zeker zeggen dat het een groot project was. Dus ik vind het zeer terecht dat de heer Brandsen van grote projecten Rijkswaterstaat projecten over... Sliedrecht, water en baggeren zijn volgens mij net zo met elkaar verbonden als Rijkswaterstaat en water. Maar baggeren is niet van toen, baggeren is voor mij volgens mij vooral van nu. De jeugd moeten we een kans geven om met deze sector kennis te leren nemen. Er ervaring mee op te doen. En ik vind de naam praktijktuin, heel mooi gekozen. Want in mijn optiek en benadering van dit vak is het eigenlijk ook al zo dat zo werkt het baggeren. Je bedenkt het en je voert het eigenlijk uit in je eigen praktijktuin. Daar is de baggerindustrie volgens mij in de laatste decennia enorm mee gegroeid. Ah ja. En die gaan ja. Hier dan en die lopen dan het museum door. En die krijgen het van rondleiding. Op de rest is er niks bij. Is voor hard zand. Ja. Echt harde zand. Ja.
Deze is dan voor stenen. Oké. Okay. En rossen. Ja. We zijn bij de opening van de praktijktuin en dan wilde ik vragen, wat draagt de praktijktuin eigenlijk bij voor het Baggermuseum? Nou, voor ons als museum draagt het heel veel bij dat we wat we in het museum kunnen laten zien, gewoon in theorie zeg maar, dan heb je alle modellen, dat ze dat hier in de praktijk uit kunnen proberen. Dus in onze collectie hebben we een baggerbeugel bijvoorbeeld. Nou, hier kunnen de kinderen gewoon daadwerkelijk gaan baggeren met de baggerbeugel en ervaren hoe zwaar dat het werk is. Nou, dan zien we allerlei modellen van emmerbaggermolens. En die emmerbaggermolen, die staat hier in het klein, in de tuin. En dan gaan de kinderen zelf productie maken en uitrekenen hoeveel sneller dat gaat als met een beugel, een baggerbeugel. Dus kunnen hier in de tuin, in de praktijk ervaren wat ze in wezen, gewoon in het museum zien. Dus het is zien en leren, zien en doen. En dat draagt denk ik voor ons als museum heel veel bij dat wij de kinderen veel meer kunnen bieden. En voor welke leeftijdsgroepen moet ik aan denken? We hebben diverse pakketten. We hebben een museumles en die is bedoeld vanaf groep 5 tot en met groep 8. We hebben een VMBO-les en we hebben daarnaast de individuele bezoekers die gewoon zelf hier aan de slag kunnen gaan waar ook educatief materiaal voor beschikbaar is. En het is wel zo dat het de bedoeling is dat er voor de HAVO-scholieren en voor HBO ook nog onderwijsmateriaal ontwikkeld wordt, maar dat is het volgende project. Dus we zijn al blij dat we gewoon voor de basisschool klaar zijn en het VMBO. Vind je dat het eigenlijk in een vast rooster moet komen op de scholen? Nou, dat is het meest ideale natuurlijk. Dat zouden wij heel graag zien, dat het op een vast roosterprogramma kwam. Maar ja, dat is iets wat we hopen en waar we misschien gewoon hard aan moeten werken om het zover te krijgen. Echt idealistisch is dat. Dat is echt ons ideaal. Ja. Ideaal. En nou sta ik hier ook naast de vrijwilligste. Wat doet u hier allemaal? Wat ik doe, dat is de praktische zaken een beetje regelen. Een soort regelneef. Dus het klaarzetten, het onderhouden, het maken. Wat ze nodig hebben, kun je dat maken. En dat probeer ik dan te doen in samenwerking met mijn collega's. Dus we helpen elkaar, we zijn met z'n vieren. En we helpen elkaar overal wat maar kan. En zo zijn we één team en tot dit resultaat gekomen. Mag ik jou vragen wat hier eigenlijk precies gedaan wordt? Nou, dit zijn 3 bakken en ze zijn allemaal 25 kilo. En welke denkt u dat het zwaarst is? Dat hangt er vanaf wat erin zit. Zitten bij allemaal hetzelfde in? Ja, overal zit hetzelfde kilo. Overal zit 25 kilo in. Dan denk ik dat ze alle 3 even zwaar zijn. Nee, dat is niet zo. Kijk, bij deze is 1 touw, dus dat werkt voor 1 iemand. Dit zijn 2 touwen, dus die werken voor 2 mensen. En deze zijn 4, dus die werken voor 4 mensen. Dus dan zou die het zwaar zijn en die het licht. Oké, okay. Mag ik het misschien proberen? En dit weegt dus helemaal niks. Nee, dat is ook heel erg. Weet u wat het is? Ik weet dat het een baggermolen is, maar wat het precies doet, dat vraag ik aan jou. Ja. Nou, dit is een schaalmodel. Van in het echt, zeg maar. En in het echt, dan draait het ook. Als u aan die hendel draait, dan komt hij in beweging. En dan gaat hij over de grond. Schept hij zand op. En dan gaat dat zo omhoog. Hier zit een gat in, zodat al het water uit kan lopen. En dan daar, naast het schip, of achter het ding, zeg maar. Is een bak. Daar kan al het zand in. En zo gaat hij dan draaien, zeg maar. En wordt het alleen gebruikt voor zand of ook nog andere spullen? Ook klei, maar voor de rest niet, volgens mij. Dus het is eigenlijk puur meer voor het zand. En dan zie je daar de baggerbeugels.
Hier zal de schooljeugd uitleggen hoe het werkt. Kijk, zomaar je lokale tv-zender erbij. Later zal het uit de zin houden. Kun je ons vertellen wat hier ongeveer gaat gebeuren? Nou, als ik op deze knop druk, dan komt er daar een fontein tevoorschijn. Dan komt er allemaal water uit. En dan stroomt langzaamaan een beetje Nederland onder water. En dan, natte voeten. Natte voeten. En krijgen wij dan in Sliedrecht ook natte voeten? Kan je een beetje aangeven waar wij wonen hier op de kaart? Ja, hier. Dus wij houden het niet droog als het water komt. En is dat dan water wat vanuit zee binnenkomt? Ja, dat wel. Oké, dus het is echt zeewater. Dus het is nog zout ook? Van de Noordzee, ja. Hoe kan het dan dat het overstroomt? Hebben wij daar een oplossing voor? Ja, nu zijn hier nog geen dijken en waterkeringen en alles. Bij haar wel, afsluitdijk en alles. Ik begreep van jou dat hier Sliedrecht een beetje lag. En dat wij dus eigenlijk al natte voeten krijgen. Ja. Dus die rode, dat is de afsluitdijk. En wat is het geel? Dat zijn duinen. Dus het geel, dat zijn de duinen. Dus eigenlijk zijn er ook een hele waterkering die niet door mensen is gemaakt, maar door de natuur. Nou, je kan het wel heel duidelijk zien hier, hoor. Wat er hier, we zitten hier veilig. Ja, als je dan dit water, als je het schip scheef hangt, dan slaat al dat water naar die kant toe en dan kapseist het heel snel. Want als je bijvoorbeeld gewoon een normale lading hebt, dan gaat het wat langzamer met omslaan. Wat we hier zien is een bak die drijft in het water. En wat in de praktijk heel vaak voorkomt, is dat je met een bak, een bokkenbak, met een hijskraan, een gewicht optilt. Dat hebben we hier ook gedaan. Dit gewicht hangt dus in deze kraan. En zoals u ziet is het nu stabiel. De bak valt niet om. Dat komt omdat dit gewicht hier is gezekerd met deze twee horizontale lijnen. Dit gewicht kan niet opzij. Normaal als je iets gaat vervoeren wat in de kraan hangt, moet je dat zo afspannen, want anders gaat het mis. Dan kan ik u laten zien hoe het misgaat. En dat is in Alphen aan de Rijn ook gebeurd. Als we deze dingen weghalen, moeten we even prutsen. Misschien dat jij dat kan doen aan die kant, Gerrit. Dat is wel aan deze kant. Zo. Ik was vroeger chef-prutser. Ja. En dan zijn we hier net even. Ja, want we hebben dit even. Kijk, als ik hem nou loslaat. Ziet u? Dit is in Alphen aan de Rijn gebeurd. Nou, en deze bak met deze, dat water hier, dit station hier, is dus bedoeld om de kinderen en scholieren en zelfs TU-studenten te laten meemaken. Hoe zit dat nou met stabiliteit? Hoe werkt dat nou? En dan is er een lesbrief gemaakt waarin je ook die proef kan doen. Je kan ook een proef doen waarbij je de mate van stabiliteit van die bak uitrekent. Dat gebeurt middels de metacenterhoogte. En dan kunnen dus de studenten of de schoolkinderen kunnen dat allemaal netjes uitrekenen en uitproberen. Dit stelt het brugdeel voor. Het zwaartepunt van het brugdeel, als die op het dek ligt van de bak, dat ligt hier ergens in de midden. Daar ligt het zwaartepunt. Nu gaat de kraan, die gaat lichten aan dit brugdeel. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het zwaartepunt, dat gaat in één keer van hier bovenin hangen. En wat gebeurt er dan? Moet ik opletten. Ja, dan valt de hele boel om. Dan valt de boel om. Nu zijn toevallig zijn de kranen die zijn van het schip afgevallen. Dus dan komt het schip, de bak kan weer terugkomen. Maar als de kranen vastgezeten hadden aan de bak, dan hadden we deze situatie in Alphen aan de Rijn, hadden we zo meegemaakt. Er was ook de bak gezonken, waarschijnlijk. Als er tenminste aan de bovenkant ook luiken waren die open stonden, dan voelden ook zodat het water ook naar binnen kon. Maar dat gevaar zat erin. Maar dat is niet gebeurd, hè? Dat is gelukkig niet gebeurd.
Nee. En een schip heeft een vermogen om dat te doen. Ja. Maar daar moet je ook gebruik van maken op de juiste manier. En doe je dat niet, dan ontstaan de fouten. En dat hebben ze ook toegegeven. Er is niet aan gerekend in Alphen. Nou, dan krijg je zulke toestanden. Nooit meer doen. We staan hier naast een grote bak met water en allemaal kranen. Maar wat moet het nou eigenlijk voorstellen? Dit is een miniatuur probeersel. Tenminste, dit is miniatuur rainbowen. Het rainbowen in werkelijkheid is zoals je dus uit zee vandaan met een schip het zand op het strand kan krijgen. Dus dat is bijvoorbeeld bij petten zijn ze mee bezig. En ook een zandsupplies zie je in Scheveningen. Zand dat wegspoelt, moet weer aangevuld worden, wordt uit zee geborgen. En dan komt het hier en dan spuiten ze het zo naar de wal. Dit is een type zo te kijken van bij de mensen hoe ver gaat hij. Dus hoe schuiner komt hij dichtbij, hoe verder. En de druk kan dan ook nog opgehoogd worden dat je verder spuit. Het is gemengd met zand. En zand dat komt weer op het strand terecht. En zo krijg je eigenlijk de verhoging. Dit zit op schepen zoals hopperzuigers die in zee varen en die zand aan de wal brengen en dat dan erop spuiten. En het water, blijft dat daar achter? Het water dat stroomt gewoon weer terug naar zee. He, want het is op het zand, dus strand dat loopt op en dat loopt gewoon weer terug. En daar heb je niks. En dat zand dat blijft achter, want dat zinkt. En dan legt dat vast als zijnde gewoon verhoging van het zandpeil. Dus ook ter versterking van de duinen en de versterking van de meerdere van het zand. Dus ook het wegspoelen van het zand, dat minder wordt. Dus. Nou hebben we hier vanmiddag al heel veel gezien in de tuin van alles wat er te doen is. Maar wie heeft het eigenlijk allemaal bedacht en gerealiseerd en gemaakt en technisch mogelijk gemaakt? Nou, dat is een heel proces geweest. Dat is zeker 4,5-5 jaar zijn we ermee bezig. We zijn begonnen met heel klein en er kwam er steeds dit bij en dat bij en zus bij. En het is allemaal eigen ontwerp. En wie heeft dit ontworpen en gerealiseerd? Dat is de vrijwilligers. En ik ben dan van de technische dienst hier. Dus ik heb dat plan helemaal meegevolgd. Ik ben ook achteraan gegaan van dit willen we zus en dit willen we zo en dit willen we zo. Er was een kleine groep die eigenlijk gezegd heeft, we willen die projecten hebben, dit en dat. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat we nu hebben. Heel de familie helpt mee. Moeder, dochter, zoon, zoon staat vol enthousiast te werken hier. Zoals denk ik heel de buurt wel weet is voor de 2 weken geleden bosbrand geweest. Okay. En namens de buurt hadden we een leuk cadeautje voor jullie. Dus, Nou ja, iedereen leeft met jullie mee. Dus bedankt iedereen voor de bloemen. En hierbij heb ik ook de eer om gelijk het buffet te openen. Oh, ik ga eten. Dus eet smakelijk allemaal.
We zien hier een bijzondere collectie vlaggen en ik had begrepen dat u degene bent die die vlaggen gemaakt heeft. Kunt u er iets over vertellen? Ja, dat kan. Dat klopt. Op verzoek van de buurvrouw Jacqueline hebben we deze multiculturele barbecue georganiseerd. En het idee was om per nationaliteit een vlaggetje te maken en dat daar het voedsel dan achter kwam te staan. En op basis daarvan hebben we nationaliteiten geïnventariseerd en hebben mijn collega's mij geholpen om mooie houders te maken voor de vlaggen. En hoeveel landen zijn er in totaal die meedoen? Er zijn nu 8 landen die meedoen. Het zijn Filipijnen, Maleisië, Indonesië, Nederland, Oost-Turkestan, Afghanistan, Somalië doet nog mee en de Filipijnen. Dus ja, heel veel nationaliteiten vertegenwoordigd. Heel erg lekker eten, heel gezellig, hartstikke leuk. Aanraden voor iedereen om een keer te doen. Er is gewoon één organisatie die die maaltijden gemaakt heeft, of hebben jullie de buurtbewoners gevraagd om gewoon zelf wat mee te brengen van eten of van drinken? De bedoeling was dat iedere nationaliteit zijn eigen eten of drinken mee zou nemen. Dus Filipijnen neemt voor één gezin Filipijns eten mee. Somalië neemt voor één gezin Somalisch eten mee. Nou, je weet hoe dat gaat, het wordt toch altijd meer dan gepland. Maar echt iedere nationaliteit heeft zijn eigen eten verzorgd. En kun je tot nu toe terugkijken op een geslaagde dag? Het is een zeer geslaagde dag. Zeker de verbroedering en de spelletjes die we allemaal samen doen. Het is echt super geslaagd. Meer dan we verwacht hadden zelfs. Ja. Ik begrijp dat u degene bent die dit feest georganiseerd heeft. Ik zie een heleboel kraampjes en een hoop gezelligheid. Waarom dit feest? Omdat ik het belangrijk vond dat wij multicultureel met elkaar kunnen leven. Omdat dit een kleine poging is om de wereld te verbeteren. Dat klinkt dus heel goed initiatief. Hoe lang bent u hiermee bezig geweest? Ik ben vanaf april bezig. In april is het geboren. Mijn gedachten zijn daarheen gegaan. En toen ben ik bij een aantal mensen wezen vragen. En ik had gelijk, iedereen deed mee. En daar ging het om. Heeft u enig idee hoeveel mensen erbij betrokken zijn? Ja, dat weet ik. Ik heb gelukkig heel veel plezier gehad van mijn buurvrouw. Die gelijk het initiatief meenam en alles meedacht. En onze andere buurvrouw die de spelletjes bedacht en alles goed georganiseerd heeft qua spelletjes. We hebben een geweldige avond en dat is belangrijk. En nou is het feest nog in volle gang. Kunt u tot nu toe al terugkijken op een geslaagde dag? Zeer zeker. Ik heb dankzij onze sponsoren heel veel kunnen doen. Wij zijn niet financieel ondersteund. Wat hier gebeurt hebben we allemaal financieel zelf gedaan. En we krijgen alleen maar een subsidie van de gemeente. Omdat ik een vergunning aangevraagd heb. En daar doen we het van. Bent u van plan om dit volgend jaar weer te organiseren? Onze Afghaanse medemens gaat dat samen met ons organiseren volgend jaar. Dus niet ik neem het initiatief, maar ik draag het initiatief over. Want dat vind ik belangrijk. Nou, dat ziet er bijzonder smakelijk uit, moet ik zeggen. We hadden heel veel hapjes en alles. En deze tent, die kregen we van onze verhuurder, Tablis Wonen. Waar we erg blij mee waren, want die hebben hem gesubsidieerd voor ons. Want anders hadden we dit niet kunnen bekostigen. En dit zijn ook allemaal etenswaren van verschillende culturen, had ik dat goed begrepen? Dit zijn 8 nationaliteiten. 8 nationaliteiten? 8 nationaliteiten, ja. We hebben Afghaans, Somalisch, Filipijns, Indonesisch, Thais, Aruba, Curaçao en Nederlands. Meer op één tafel ging niet. Maar we staan altijd meer open voor alle andere nationaliteiten. Hoe ging het? Het was wel intensief eigenlijk, dat enkele. Je wordt natuurlijk gewoon aan elkaar gebonden met een touw. En je moet dan samen naar het einde van de straat komen. En dat is wel even op elkaar ingesteld staan. Ja. Maar het ging vrij goed. Dus. Was het een leuk spelletje? Ik vond het een heel leuk spelletje. En we vandaag ook hele leuke spelletjes staan, vond ik. Welke spelletjes zijn er nog meer gedaan dan? We hebben enkele gedaan. We moesten met een emmer water en dan een spons moesten we naar de andere kant brengen. En dan wie het eerst de emmer leeg had, die had gewonnen. Dat was het spelletje.
Vindt u het een leuk buurtfeest tot nu toe met alle spelletjes inbegrepen? Ik vind het heel leuk. Het is alweer een tijdje geleden dat we het hebben gehad hier. En nu cultureel, dus ja, met acht verschillende nationaliteiten vind ik dit geweldig opgezet vandaag. Ja. Ja. Zouden we het ook vaker moeten doen? Hier namelijk maar drie. En er staan er veel meer in. Ja, het is voor van mijn kant voor herhaling vatbaar. Ja. Ja. Nou, ga je gang. We doen even mee met een woordspelletje hints en we zijn zeer benieuwd naar het woord dat geraden moet worden. Goedenavond. Ja, ik ben de... Request and kiss and goodbye. En altijd en bedankbaar in de 27 populaire Renhof. En ja, ik kan zeggen bye bye. Ja, dankjewel. Ja. Nou, wij wonen hier al 25 jaar samen. Ja. Het is 22 jaar hier in Nederland. Ja. En we zijn wel van plan om terug te gaan naar Thailand en daar samen te gaan wonen. En de laatste jaren daar gezellig. En ik hoop van een goede gezondheid daar verder te gaan. Want u bent ook in Thailand geboren? Jawel, jawel. Maar daar hebben we blij mee in Nederland van jammer, maar ja, ik vind daar moeder. Ja, ik hou van Nederland heel veel. Ja. Ik wist al 15 jaar geleden toen ik hier was, 20 jaar geleden al, 15 jaar toen zei ik zelf van ik wil terug naar Thailand en dan gaan we samen terug. Ik volg haar en dan zien we wel hoe het verder gaat. Dankjewel. Allemaal tot ziens. Ja, dankjewel. Dankjewel. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je nou nog meer lokale televisie zien? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Merwe TV. En vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk onze website merweRTV.nl.